Goedenavond. Het is weer zondagavond en dan kom ik heel graag eens bij jou langs om je vatje een beetje te vullen met leuke tips, leuke weetjes, inzichten, adviesjes, leuke dingetjes om jouw leven een beetje aangenamer, gemakkelijker te maken. En vandaag zit ik hier gezellig bij het haardvuur en bij het haardvuur hoort een verhaal. Horen verhaaltjes vertellen, niet? Ik hoop dat jullie, net als ik, genoten hebben van een heel mooi weekend. Ik hoop dat het gezellig was. En dat jullie zich nu aan het klaarstomen zijn voor een nieuwe week. Waar jullie naar uitkijken, hoop ik. En misschien heb je wel iets aan mijn tip van vandaag. Want het gebeurt mij wel eens, het gebeurde mij vroeger wel vaak, dat ik bepaalde dingen niet kon onthouden. En ik wil mijn brein altijd trainen. Ik wil niet zo altijd met lijstjes werken, ook al ben ik wel een lijstjesmadam eigenlijk. Maar sommige dingen wil ik gewoon kunnen onthouden. En soms lukt dat niet. En nu heb ik deze week een heel leuk trucje geleerd. En dat trucje wil ik vandaag met jullie delen. Is er iemand die kijkt die ook wel eens iets zou willen onthouden en dat lukt dan niet? Dan vergeet je het ineens. En het zijn zo soms evidente dingen of soms dingen in detail. En dat je dan zegt, maar hoe kan dat nu dat ik dat vergeet? En daar wil ik jou mee helpen, want weet je, dat is gewoon leuk. Het is ook een leuke techniek om te doen, je zult wel zien. Laat even weten als je kijkt van waar je bent en wat het leukste moment was van je weekend. Zet het eventjes hier in de commentaar, dan zie ik dat je kijkt en dan kan ik je even persoonlijk begroeten. Dat is altijd leuk, anders wordt het hier een beetje eenzaam aan deze kant van de camera. Oké, verhaaltje dus, hè. Mijn verhaal gaat als volgt. Mijn goede vriend Lorenzo Ey is een eigenaar van een klein buffalo boerderijtje in het hartje van San Pellegrino. En zijn vrouw Olivia, die kweekt er de lekkerste avocados van de streek. En terwijl ik bij hen op bezoek was, ze wonen trouwens in de Broccolistraat, terwijl ik bij hen op bezoek was, heb ik hen geholpen om twee hondjes, Choco en Coco, te redden uit het hondenasiel. Konjac hondenasiel. Hey Annelies. Wat fijn dat jullie er live bij zijn. Hoi hoi. Dus ja, dat is mijn verhaaltje op zich. En ga je denken van, ja, wat is dit nu weer? Wat een gek verhaal. Het is ook een gek verhaal. Het is ook een verzonnen verhaal. Ja, maar het is voor mij een geheugensteuntje. Het is een, wat ze noemen in de wetenschap, een nanoverhaaltje. Een nanoverhaal is een trucje dat je helpt als geheugensteuntje om iets te onthouden. En eigenlijk in mijn verhaaltje van mijn vriend Lorenzo zit mijn boodschappenlijstje. Als je ze goed nagaat, kijk even met mij mee. Omega-3 eieren. Buffalo mozzarella. San Pellegrino spuitwater. Extra vierge olijfolie. Avocado's. Heb ik altijd veel in huis. Broccoli. Zwarte chocolade met heel veel cacao erin. Kokosmelk. En konjaknoedels. 9 dingen die ik op mijn boodschappenlijstje had. En waar ik gewoon een verhaaltje rond gebreid heb. En zo kan ik het veel gemakkelijker onthouden. Dus dat is het trucje. Dus dit soort gekke nanoverhaaltjes zijn eigenlijk een perfect geheugensteuntje voor je. En dat is door de wetenschap. Je weet, ik probeer hier zoveel mogelijk dingen mee te geven die door de wetenschap gestaafd zijn. Want ik heb altijd kritische luisteraars en kijkers die me dan vragen, ja maar, wat vindt de wetenschap daarvan? Wel, Dr. Dan Johnson is professor in de psychology aan de Universiteit van Washington. Die zegt dat dat soort verhaaltjes, de nano-narratives,
dat die iets heel bijzonders hebben. Die blijven plakken in ons brein. Dat zijn niet zo vluchtige dingetjes. Nee, die blijven echt, er is iets bizars mee. Die blijven hangen, die blijven plakken in ons brein. Hoe komt dat nu? Dat legt hij ook uit. Wel, dat komt eigenlijk heel eenvoudig omdat mensen houden van verhalen. Ga eens nou bij jezelf. Ik vind het heel tof om een verhaal te horen. Ik word ook geïnspireerd door verhalen. En verhalen, ga eens na, die blijven hangen. En hij zegt, geloof het of niet, maar je brein is ervoor bedraad om verhalen te onthouden. Want het proces werkt als volgt. Als je een verhaal hoort, dan gaat je brein meteen in de verhaalmodus. En dat betekent dat hij klaar is om een structuur op te slaan. Begin, midden en einde. En dat is nu net de manier om ervoor te zorgen dat je details gaat onthouden. Details die anders misschien die verliest. En als je er wil voor zorgen dat het echt blijft plakken, dan moet je ervoor zorgen dat in je verhaal dat je zelf het hoofdpersonage bent. En ga er eens mee aan de slag. Maak eens je eigen nano-verhaaltje. En kijk eens wat het doet en hoe makkelijk het is om het te onthouden. En hoe goed het blijft hangen. Dus je moet eigenlijk alleen maar de informatie verzamelen die je wil onthouden. Dus in mijn geval was dat mijn boodschappenlijstje van 9 dingen. En dan moet je even al je inspiratie gebruiken, je verbeelding gebruiken, om er een verhaaltje rond te maken. En hoe bizarder het verhaaltje is, hoe beter. Hoe beter het zal blijven hangen. Dus laat je verbeelding de vrije gang, de vrije loop. Hoe gekker, hoe bizarder, hoe liever. En dan wordt het alleen nog maar leuker voor jezelf ook. Dus hoe meer out of the box je verhaaltje is, hoe meer het zal gecementeerd worden in je brein. Dus, nu wil ik natuurlijk heel graag van jou weten, welk nano-verhaaltje kun jij verzinnen voor iets wat je bijvoorbeeld morgen wil onthouden? Of de komende week? En zet het even hieronder in de commentaren. Ik lees dat graag. Ik wil het heel graag weten en laten we elkaar hier een beetje helpen en inspireren. Daarvoor is deze Heb Je Leven Lief Show in het leven geroepen. Er zijn ondertussen mensen aan het kijken. Hoi, wie is er nog bijgekomen? Van waar ben je? Van waar kijk je? En wat is het leukste moment geweest tot nu toe van je weekend? Behalve kijken naar deze show natuurlijk. Oké. Dus ga eens aan de slag met zo'n nano-verhaaltje. En have fun. En laat mij weten wat het met je doet. Of het helpt. En of dit voor jou een leuk trucje is. Dat je in de toekomst kunt gebruiken. Om alles in een vingerknip te onthouden. Ik wens jou er heel veel plezier mee. Zeg je voor komende week, zorg goed voor jezelf. Want je weet het, hè. Als je goed zorgt voor jezelf, kun je ook beter zorgen voor anderen. En dan maken we er met z'n allen een mooiere wereld van. Ik wens jou een fantastisch mooie zondagavond en een heerlijke, productieve, succesvolle week. Tot heel gauw. Bye.